Wie zat op het juiste spoor? Aan het begin van de reis tasten de kandidaten allemaal nog in het duister en valt de naam van de mol nog nergens. Voor mij is op dit moment Bruno de mol. Mijn eerste verdachte is Chil. Salim. Dat is Salim. Ja, vandaag weet ik het echt nog niet. Christian. Maar Alina sluit ik volledig uit. Die is echt volledig uit. Twee kandidaten beginnen vanaf het allereerste moment wel naar elkaar te kijken. Vandaag was het opvallend, vond ik. Een bepaalde persoon zag mij precies voor de tweede keer. Volgens mij ziet hij er groot uit, Christian. Ja. Mijn hoofdverdachte is Bart. Ik weet het niet. Ik voel iets. Ik kan het niet uitleggen. Maar voor mij is Christian op één. Maar Bart kan met zijn vrijstelling als enige ontsnappen aan de allereerste eliminatie. Yes, alsjeblieft. Dank u. En ironisch genoeg moet diegene die niks geboden heeft op die vrijstelling als eerste het spel verlaten. Ik heb op Bart alles gezet. En dat met een score van 0 op 20. De eerste keer in de geschiedenis van dit spel. Ook bij de tweede eliminatie blijven Christian en Bart naar elkaar kijken. Momenteel is mijn hoofdverdachte Bart. Mijn hoofdverdachte is Christian. Eén naam komt die avond opvallend vaak terug als hoofdverdachte. Ik zou echt iemand van de dames pakken. Mijn hoofdverdachte, dat is Bruno. Bruno? Bruno? Ik zei dat het een Bruno is. Bovenaan de Fradeto-trappen waren een paar vreemde beslissingen genomen. Want daar stond de mol wel degelijk. Al had Bruno daar zelf niet zoveel van gemerkt. De verdachte die ik momenteel volg, stond bij mij op de opdracht met de taart. Oh man. En dat is Lore. In aflevering 3 valt de naam van de mol voor de eerste keer. Ja, Alina zit niet meer onder de radar voor mij. Ik vind haar meer en meer verdacht de laatste dagen. Terwijl sommigen stilaan last beginnen te krijgen van tunnelvisie. Alle aanwijzingen zijn er voor mij dat Bart eigenlijk de mol is. Mijn mol is Christian, zonder twijfel. Bij het invullen van de derde test beantwoorden Bart en Christian alle molvragen op elkaar. Echt waar, mijn broek af als ik straks een rood scherm krijg. Zou ik echt enorm... Dan heb ik nul mensenkennis. Nul. Maar gelukkig voor hen zijn er nog kandidaten die zich blind staren op één persoon. Zien jullie mij soms mee de mol? Ja. Bij de vierde eliminatie zijn er drie kandidaten met pasvragen. 4 voor Doreen, 4 voor mezelf en 2 voor Bart. De 2 pasvragen die ik heb, dat klinkt misschien raar, maar ik denk niet dat ik die echt nodig heb. Toch wel, want zonder pasvragen was het voor Bart afgelopen die avond. Bij de test deelt hij de laatste plaats met 2 andere kandidaten en hij deed er het langste over. Jolien blijft voorlopig de enige die in de juiste richting kijkt. Ja, ik ga gespreid op Salim en Alina. Punt. Lore. Ik heb vandaag vooral tussen Salim en Bart gespreid. Omdat Bart en Christian al enkele afleveringen alles op elkaar hebben ingevuld, worden ze alsmaar zekerder van hun stuk. Het is wel soms wel grappig. Hij moet zijn rol natuurlijk blijven spelen tot het einde. En het is soms hilarisch om te zien hoe dat hij zich in bochten wringt. Ik heb soms goed om te zeggen, Christian, we zijn gewoon met ons tweeën. Je moet het mij niet bevestigen. Dat weet ik dat je dat niet kunt doen, maar cut the crap. Leg dat boekje neer, we gaan tv kijken, we gaan babbelen. Dus, mas wat. En dan komt voor Bart de donderslag bij heldere hemel. Onder extreme druk houdt Bart het hoofd koel en vult hij de 5 extra vragen in op Alina. Daardoor wiept hij over Salim. Ik heb vandaag eigenlijk een beetje gespreid over iedereen. Hij moet die naar huis. Man. Bart gooit het roer volledig om en weet nu met quasi zekerheid dat Alina de mol is. Vrienden, de finale van onze vijfkamp is het hardlopen. Daar wordt straks alles beslist. En hij doet er alles aan om haar tegen te werken. Ik denk gewoon dat ik in lopen het best kan uitblinken. Ja, maar de vraag is wie is het snelste. Go! Ja, best. Vanaf nu trekt Bart alles wat de mol doet of zegt in twijfel. Wat is de kans dat je op de ochtend van de pentathlon je voet omzwikt? Voor mij is dat zeker een mogelijkheid dat het allemaal gefaked was. Is geopereerd, een maand na thuiskomst, een stukje gebroken. En wat ligamenten over. Doreen en Christian hebben nog altijd niks door.
Op deze moment zou ik dan zeggen Alina, dat ik die wel eigenlijk het meeste vertrouw. Alina is de onhandige van de groep. En ook Jolien is nog altijd verre van zeker. Ze is zo impulsief. Kan zo iemand wel de mol zijn? Ja, ik vind Bart op zich dan het meest verdacht. Bart voelt dat Jolien zijn grootste concurrent is en probeert haar nu te overtuigen dat Christian de mol is. Ik ben al blij dat ik hier niet met de mol zit. Het is zo frustrerend, hè. Shit, ja. Christian die dan zeggen van... Oh manneke, sorry, maar... Wacht even. Een tactiek die lijkt te werken. Als ik op mijn gevoel ga, dan is Christian. Maar op de trein speelt Jolien het meesterlijk en ze moet dankzij haar vrijstelling de test niet invullen. Oh man. Het geluk van Christian is op. Hij staart zich voor de zesde keer op rij blind op Bart. Het is duidelijk. Alles zal ik echt al lang uitleggen. Maar al lang. In de finale haalt Bart een knappe score van 27 op 30. Maar Jolien gaat ondanks haar twijfels resoluut voor Alina en vult de test foutloos in. Jolien haalt 30 op 30. En ook dat is de eerste keer in de geschiedenis van dit spel. Maar twee kandidaten hebben jou doorgehad, Alina. Dat is een eer die weinig mollen te beurt valt. Dus dat is heel straf gespeeld. En uiteraard is er maar één winnares natuurlijk, hè.